Vluchtelingenvergadering loopt uit de hand. En herdenking watersnoodramp van Spakenburg druk bezocht. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Een raadsdebat in Stichtse Vecht over de komst van een vluchtelingenopvang is behoorlijk uit de hand gelopen. Nou, je lijst van je Burgemeester Witteman wordt uitgemaakt voor flapdrol als hij de vergadering voor korte tijd schorst. Het publiek is erg luidruchtig en emotioneel. De gemeente wil 300 vluchtelingen opvangen in een slooppand aan de Merwedeweg in Breukelen. Maar bewoners van het nabijgelegen Rode Dorp zijn fel tegen. Uiteindelijk moet de politie de rust terugbrengen. De raad heeft voor de opvang gestemd en binnenkort wordt duidelijk of het COA ook belangstelling heeft voor de locatie. De omwonenden overwegen juridische stappen. De voorzitter van de Utrechtse voetbalclub Maghreb 90 is opgepakt. Najim El Houati, hier op de bank van Maghreb, zit vast in Turkije om later te worden uitgeleverd aan Marokko. Hij werd gearresteerd tijdens een trip van de topklasser in de Turkse badplaats Antalya. De voorzitter zat een paar jaar geleden vast in Nederland op verdenking van witwassen en fraude met onroerend goed. Na een half jaar is hij toen vrijgelaten. Maar omdat het dossier nooit helemaal is afgesloten, wil Marokko hem mogelijk vervolgen. Een groep mannen die verdacht wordt van wapenhandel staat vandaag voor de rechter. De verdachten komen uit Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Tiel. Ze werden vorig jaar opgepakt voor handel in wapens en handgranaten. Ook zouden ze een aantal liquidaties hebben voorbereid. Het zou blijken uit afgetapte gesprekken. Tijdens de zitting vanmorgen kwamen nog meer details naar buiten. Het meest opmerkelijke bewijs was eigenlijk wel een boekje wat het Openbaar Ministerie heeft gevonden, waarin een boekhouding stond van wapens die werden ingekocht, GPS-trekkers die werden ingekocht, auto's. En waarin ook stond betalingen bijvoorbeeld aan huurmoordenaars en mensen die anderen moesten volgen. Het onderzoek van justitie is bijna afgerond. Waarschijnlijk gaat de zaak eind maart verder. Bij een ongeluk in Leusden is een fietser zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd op de dodenweg geschept door een auto. De toestand van de fietser was zo zorgwekkend dat er een traumahelikopter landde. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twee weken geleden was er ook al een ernstig ongeluk op de dodenweg. Er komen geen volwassenen en gezinnen in het asielzoekerscentrum in Overberg. Nu wonen er alleen minderjarige vluchtelingen. De afgelopen tijd zijn er een aantal vechtpartijen geweest. Het COA hoopte dat als er gezinnen komen, er minder incidenten zijn. Maar de plannen gaan niet door omdat de inwoners van Overberg tegen zijn. De bomen aan de Utrechtse Kremerstraat worden voorlopig niet gekapt. Energiemaatschappij Eneco wil onderhoud uitvoeren aan de warmteleiding en daarvoor moeten de bomen wijken. Er is veel verzet uit de wijk. Omdat de werkzaamheden niet per direct uitgevoerd hoeven worden, wacht Eneco nog even. Wel gaat het bedrijf met de gemeente de gevolgen van het uitstel bekijken. Veenendalers maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het stationskwartier na de komst van de Nasser-moskee. Dat bleek tijdens een inloopavond waar de gemeente de definitieve plannen voor de moskee presenteerde. Maar hoe hoog komt dat dan? 3,5. Monique woont tegenover de plek waar de nieuwe Nasser-moskee komt. Toen ze die plannen voor het eerst hoorde, schrok ze wel even. Maar gewoon even van, best wel groot gebouw, dachten we wel al gelijk. En veel toestroom, en vooral op vrijdag. Maar de bouw van een nieuwe moskee is nodig, omdat de oude uit zijn voegen springt. In het nieuwe gebedshuis is plaats voor 2 keer zoveel mensen. En het wordt een multifunctioneel gebouw met kantoren, een school en een bibliotheek. Hoeveel plaatsen hadden ze in gedachten voor de parkeerterrein? En dat betekent meer mensen in de wijk. Iets dat omwonenden zorgen baart. Hoe gaat het door de week? Dat weet je eigenlijk niet zo goed. Op vrijdag weet je gewoon dat het druk zal zijn. Is parkeerterrein, is dat voldoende? Gaan we last krijgen in de straat met parkeren? Maar volgens de gemeente is daaraan gedacht. In de plannen zijn ook extra parkeerplaatsen opgenomen. De Ambachtstraat en de Pelikaanstraat hebben niet heel veel parkeerruimte zelf. En die zijn dan toch wel bevreesd dat dat nog minder mogelijkheden voor hunzelf biedt. Maar ik denk dat we dat goed opgelost hebben. Met 200 komen er totaal erachter liggen. In de omgeving? Nee, niet alleen achter. Gewoon echt in de omgeving. Buurtbewoner Erik van Ginkel heeft de plannen ook gezien en is positief. Het is onderdeel van een groter plan om het stationskwartier in Veenendaal te vernieuwen. En volgens hem gaat de moskee daaraan bijdragen. Nou, sowieso de aankleding van het hele gebeuren eigenlijk. Alles is toch een beetje wat ouder geworden nu, wat slordiger. Onderhoud wordt eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Er staat een nieuw gebouw en er wordt nieuw ingericht. Ik denk dat het wel netjes is.
Ook Monique is positief en ze hoopt dat als er parkeerproblemen voorkomen, daar snel een einde aan wordt gemaakt. Ik neem aan, als we het daarover hebben, dat dat dan ook wel opgelost wordt. Als het zo zou zijn, want dat weten we natuurlijk helemaal niet. Moet maar afwachten. Nou, de inwoners kunnen nog 3 weken bezwaar maken. Mocht dat niet gebeuren, dan moet de bouw van de moskee in Veenendaal volgend jaar beginnen. In Spakenburg is de watersnoodramp van 1916 herdacht. In de Noorderkerk kwamen ruim 1000 mensen naar de bijeenkomst. En toen liep ook het spui over het hoogste punt in Spakenburg. De burgemeester van de groep was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst. Volgens hem is het goed dat de ramp herdacht wordt. En hij is onder de indruk van de hoge opkomst. Na de dienst lopen de inwoners van het vissersdorp mee in een fakkeloptocht die eindigt in de haven. Ik vind het heel imponerend om te zien. Ook al ergens tijdens de route kom je bordjes tegen hoe hoog het water heeft gestaan. Je kan het je bijna niet voorstellen. Dat is gewoon ruim 2 meter geweest en die huizen hebben volledig onder water staan. Ja, het is heel indrukwekkend. Wat er gebeurt, het is heel ingrijpend wat er toen gebeurd is. Dus ik vond het een mooie bijeenkomst. De avond werd afgesloten met een lichtshow. Er komt meer ruimte voor planten en dieren in Leusden. En om dat voor elkaar te krijgen gaat de gemeente 2 natuurgebieden met elkaar verbinden. Het gaat om een strook van bijna 1 kilometer langs het Valleikanaal. Dan komen natuurvriendelijke oevers met inhammen. Zo ontstaat een nieuw natuurgebied waarin planten weer vrij kunnen groeien en dieren zich veiliger kunnen verplaatsen. Leusden hoopt dat ook de natuur dichter bij de mensen komt. Nieuwe kansen voor natuur, daar zijn we in Leusden erg trots op. We willen natuurgebieden die we al hebben beter met elkaar verbinden. En 2, we hebben hier een prachtige woonwijk in ontwikkeling en we willen de natuur dichter bij mensen brengen. En omwonenden kunnen zich vanavond laten bijpraten over de plannen van Leusden. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Het is bewolkt en op veel plekken regent het. Bij matige zuidenwind is het maximaal 5 graden. Vanavond valt er nog geregeld een winterse bui. Later wordt het droog en het koelt uiteindelijk af tot iets boven het vriespunt. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag, tot dan.